Ja, Rijn, zie je dit hier, dit bovenkant, dit, ik wijs het maar even aan. Ja. Dit is een gevel, even een pandje met drie, ja, vogelgaten, zo de duiven. Nou, en dat is daar, kijk maar. Zie je dat? Dat is echt dezelfde gevel. En dit wat ik je liet zien, dat is een tekening van Goethe. Goethe heeft het slot hier, Groot-Kochberg heet het hier. Zo'n 40 kilometer van Weimar, heeft hij getekend. Goethe is ook een heel groot tekenaar geweest. Goethe heeft duizenden tekeningen nagelaten. En hier had hij het vaak erg naar zijn zin en daarom tekende hij hier ook. En ik liet je nou één talent van Goethe zien tekenen. Maar als je nou daarheen kijkt, als je even hierheen komt, kom eens even hierheen. Dan zie je daar een ander talent weer van Goethe, wat we al kennen. Dat is het Liebhabertheater. Dat was een theatertje dat viel ook onder Goethe. Goethe ging hier af en toe heen en dan speelden ze een leuke toneelstuk. Dit slot verder, dit enorme slot, dat was van de familie von Stein. Met andere woorden, Goethe, zijn maîtresse, die had een buitenhuis en dat was dit. De grond hadden ze verpacht aan een arme boer, want die was zo slecht, die bracht niks op. Maar hier gingen ze af en toe, moet je nagaan dat je een buitenhuis hebt. Goethe, zijn maîtresse, een buitenhuis. Dan ging Charlotte von Stein, de man, ook gewoon mee, moest kunnen. En dan hadden ze een eigen theatertje erbij om leuke toneelstukjes te spelen. En als dan uitgespeeld waren, ging Goethe hier lekker op een rotan stoel, stel ik me zo voor, een beetje zitten tekenen. En er werd er ook nog muziek gemaakt en er werd gedanst, want hier in de buurt, daar waren de Turingse danseressen, waren bekend. Is hier wel, op de binnenplaats, en hier zo, is er gedanst. En dat heet in die tijd de Geselligkeit. De gezelligheid, het is iets meer dan onze gezelligheid, Geselligkeit in Groot-Kochberg. En daar was ik heel graag bij geweest. Vind je het nou mooi, Jan Rijn? Nee, ik vind het niet zo mooi. Nee, ik denk ook dat het niet zijn mooiste vriendin is geweest. In ieder geval heeft Goethe er wel het langste verhouding mee gehad. Hè? Want dit is ze dus, hè? Die Charlotte von Stein. En hier is ze al wat ouder. Ik moet er ook bij vertellen, ja, ik vertel me wat het is, dat Goethe viel nogal op dikke tieten. Ja, is echt waar. En Charlotte von Stein had behoorlijke tieten en dat kun je hier ook zien. En nou zeg ik dat niet omdat ik de eerste ben. Daar is uitvoerig over geschreven op wat voor soort vrouwen Goethe viel. Dus ik vertel het gewoon maar. Dat moet je voorstellen. Het is echt zo. Kan er ook een Goethe viel op dikke tieten. En wat was die links of rechtdragend? Ja? Rechtdragend, heel goed. Het is echt zo. Ja, dat moet je allemaal weten. Anders weet je niet. Anders begrijp je niks van literatuur. En die Charlotte von Stein, hè, die woonde dus hier in hun buitenhuisje. Dit was een buitenhuis, een slot met 5 etages, met haar man. En die man die wist ook dat Goethe het met haar deed. En onbegrijpelijk dat die man die enorm kwaad werd. Nou komt er ook bij dat ze hadden weer een zoontje, de heer Charlotte en haar man, die vrijer van Stein. En daar was Goethe ook zo dol op, de kleine Fritz. Maar hoe dat nou precies, er is heel veel geschreven. Ik zeg je, hè, we weten dat Goethe op dikke tieten viel. Maar ja, we weten bijvoorbeeld niet
Hoe dat nou precies? We weten wel, in het begin was die vrouw van Stijn een beetje jaloers, maar daarna lees en hoor ik niks meer over. En moet je hier eens kijken, dit is het buitenhuisje van de Van Stijns. En wij gaan dus naar een bungalowpark voor 14 dagen. Zij ging gewoon naar een kasteel. Helemaal ingericht. Beuter kwam hier ook vaak langs op weg naar Marienbad en Karlsbad, als die badkuren zien doen. Dit was een stopplaats met busnexamen. Stopplaats op weg naar Tsjechië. Beumen, zoals dat toen heet. Nou, moet je hier kijken. Dit is, dit is het bureau van Charlotte van Stijn. En dat is wat Goethe af en toe op de dicht als hij hier op vakantie was. Dan schreef hij over Charlotte van Stijn aardige opmerkingetjes hier. Zoiets van Goethe was hier. Wat Goethe meer heeft gedaan op bomen, ook waar sommige gesloopt en gestolen. Maar hier kun je het nog zien. En dan moet je je voorstellen, liep die vrij hier van Stijn. Liep hij langs en dacht hij, Jezus, die klootzak heeft weer op het bureautje van mevrouw liefdeszinnetjes te schrijven. Nee, dat dacht hij dus niet. Hij vond het blijkbaar best. Nou, hier wordt Goethe dus herdacht in een vleugel van het slot. En dan zie je daar ook nog staan, dat vind ik heel mooi om te zien, een standbeeld van Goethe wat niet gerealiseerd is. Dit is de oudere Goethe en dit is Goethe in een typische stand zoals hij gestaan moet hebben. Als men zou zeggen, dit dingetje krijg je, hè, wat is wel te krijgen, dit stuk, zo, is ietsje groter te krijgen in bruin klei in Weimar. In de winkel staat dit, hè? Heb je het gezien? Dat is dan dat verdrielde markt. Ik denk toch dat ik maar gekoopt, maar ik zou liever deze hebben. Het is Goethe in 1826, 6 jaar voor zijn dood. Ja, Charlotte van Stijn gedenkkamertje hier. Echt heel erg leuk. Moet ik even iets uitleggen. Ze hadden dus hier een eigen theatertje. En ze hadden natuurlijk wel toneelstukken die bekend waren, die al eeuwen gespeeld werden. En dat werd op een gegeven moment gek, want dan gingen ze zelf toneelstukjes schrijven. Goethe heeft heel veel van die toneelstukjes geschreven en dat heette dus gelegenheidsstukjes. Die zijn ook dikwijls heel erg oppervlakkig en slecht. Maar Goethe had natuurlijk altijd tijd om toneelstukken te schrijven. Op een gegeven moment is Charlotte van Stijn hier voor haar eigen theatertje ook toneelstukken gaan schrijven. Die zijn nog slechter. En die werden maar in hele kleine oplagen gedrukt, dikwijls 100 exemplaren, en zijn dus heel erg zeldzaam. En hier liggen een aantal in handschrift en één zelfs in druk. Die Zwei Emilien, dat is dus een toneelstuk van Charlotte von Stijn. Gedeeltelijk bewerkt uit het Engels staat er. Dat is onzin, het is anoniem verschenen en dan doe je vertaald uit het Engels, maar het is gewoon geschreven door Charlotte von Stijn. Zeldzaam boekje. Hier zie je de linkerhand van Charlotte von Stijn in marmer. Wat gebeurde er vaak in die tijd? Je had natuurlijk, je kon niemand een foto van jezelf geven. Dan gaf je een afgietsel van je gezicht in gips of je gaf een afgietsel van je hand. En ik neem dus aan, omdat dit de linkerhand van Charlotte von Stijn is, dat zij linkshandig was, dat ze met de linkerhand schreef. Van dat afgietsel, als je een heel erg verliefd op iemand was, dan liet je van dat afgietsel weer door iemand in marmer nahakken. En dat is hiermee gebeurd. En hier, dan heb je ook een aantal fantastische dingetjes, brieven van Charlotte von Stijn. Maar hier ligt een handenwarmer, dat moet ik even uitleggen. Dat is een stuk metaal, bijvoorbeeld een messing of brons. En dat werd dan in het vuur gegooid en daarna werd het gedaan in een soort overhandschoen. En dat hield je dan tussen je handen in, dan had je lekker warme handen. En dat soort dingen werden vooral gebruikt in het theater. Bijvoorbeeld in het theater hiernaast, er was dan geen verwarming. En zo'n toneelstuk, dat was dus in 5 bedrijven, dat was lang zit. Had je in ieder geval lekkere warme handen. Ja, en dit vind ik persoonlijk het spektakelstuk. Dit zijn enveloppen van Charlotte von Stijn. En omgedraaid, ja, dit is de afzender hier, Madame de Baronin, dat Charlotte von Stijn. Enveloppen van brieven die ze aan Goethe schreven. En ik zou dus met één zo'n envelopje heel erg gelukkig worden, maar ik zal het wel allemaal niet meer krijgen. Ja, en dan hier aan Goethe's lievelingen, tot slot Fritz von Stijn. Echt een tekening van de kleine Fritz, het zoontje van de Stijntjes, zal ik maar zeggen. Er zijn theaters uit Goethe's tijd bewaard gebleven, maar dat zijn echt professionele theaters, dat wil zeggen theaters met decors, met katrollen, met poten, met beweegbare podia. Dat ziet er echt allemaal heel erg professioneel uit. Dit heet niet voor niks een liebhabertheater. Dit was een theatertje voor de mensen van het slot, voor de vrienden en de kennissen van Charlotte von Stijn en Goethe.
Die stukken die werden opgevoerd, dat moet je niet zo zien dat dat echt heel ingewikkeld ging met allemaal toneelkleding aan het hoofd leren. Nee, dikwijls speelde Goethe, Charlotte von Stein zelf een rol en dan hadden ze niet meer aan dan een rare jurk of een pruik op en dan lazen ze de tekst op. Het was echt hun televisieavond hier, zal ik maar zeggen. Dit theater heb ik nog nooit gezien in deze staat. Het is onlangs klaargekomen en het is volstrekt authentiek gerestaureerd. Ze hebben het behang heel precies nageschilderd en daarna nagedrukt. Zo zag een liefhabertheater er dus uit. De rijke man had hier zijn avondje televisie. Ja, om het maar heel eens goedkoop te zeggen. Een avondje Mounties naast het slot in het liefhabertheater. En Goethe en Charlotte von Stein ontzettend lachen. Want soms waren die stukken echt ook een beetje pikant en geestig. En dat gebeurde allemaal in dit prachtige theater. Ik vind dit zo mooi. Zag je die mevrouw met dat glaasje? Ja. Hier heet het in Tsjechoslowakije Carlo Vivari. Ik zal het wel verkeerd uitspreken, want ik noem het altijd Karlsbad. Want Goethe noemt het ook Karlsbad. En Karlsbad is bekend om zijn waterkuren. En om meer kuren voor je gezondheid. Dat zal ik uitleggen, maar het eerste wat je moet doen hier als je hier komt, is dat geneeskrachtige water drinken. Dat geneeskrachtige water, dat kan je natuurlijk uit een glaasje drinken, wat die mevrouw deed, maar dat is niet echt. Je moet dat drinken uit zo'n speciaal kannetje. En hier staan die kannetjes. En Jarijn, wat vind jij nou voor mij een kannetje? Ik weet dat je nou het meest smakeloze kannetje voor me uit gaat zoeken. Ja, die doe ik dus niet. Ja, ik denk dus dat Goethe zo een heeft gebruikt. En die gaat. Goethe ziet er ook een beetje uit zoals die in Goethe's tijd eruit zag, denk ik dan maar. Ja, dit water bevat dus zouten die gezond voor je zijn. En het is dus echt heet. Je moet het heel voorzichtig moet je het op. Pas op, het is warm, hè? Warm, hè? Het is echt warm. Ja, het is echt heel heet. En wat Goethe in zijn tijd deed, en het gebeurt nog steeds, dat is dat je het dus langzaam opdept en dan met dit kannetje. Geef mij dat vaasje maar, dan kan jij weer draaien. Dat jullie. Het is heel erg. Weet je waar het naar smaakt? Nou, ook als seltzer. Als je bezopen bent, weet je wel. Dat je... Heb je dat wel eens gebruikt? Ook als seltzer? Nee, jij hebt me nooit dronken. Je komt in Limburg nooit dronken, hè? Rot op. Altijd bezopen. En het is lekker. En als je dat dan op hebt, dan ga je dus langzaam zo lopen. Want bewegen. En die zouten. Dan ga je dus hier, dat heet altijd de kolonnade. Dan ging je dat zo, ging je dat aflopen. Dan liep je op en in. Dit was natuurlijk ook als het hier regende, dat je het droogde. Dan ging je zo af en toe zo. En dit werkt dus als Viagra ongeveer. Dat wil zeggen, hier word je echt sterk en heel potent van, denk ik. Goethe is hier op geweest tussen 1788 en 1823, 13 keer. En bij elkaar heeft hij hier aan badkuren zo'n 3 jaar doorgebracht. Op een gegeven moment werd Karlsbad zelfs de zomerresidentie van Goethe genoemd. De langste verblijf is zo'n 3 maanden geweest. Hij is ook verliefd geweest, dat komt allemaal nog.
Maar dat Goethe hier geweest is, dat kan je ook echt overal zien. Want in de straat hier vlakbij, daar staan allemaal plaquettes op huizen waar Goethe gewoond heeft tijdens die zomerverblijven hier. Die badcultuur in Tsjechië en in Slowakije en in Duitsland, die moet je heel serieus nemen. Voordat je jezelf bad mag noemen, het heet hier ook dus Karlsbad, dan moet je een speciale vergunning hebben en is het water wat uit die bronnen komt allemaal getest. Dat is dus gezondheidmakend. En er zijn dan hier speciale sanatoria waar je opgeknapt wordt. In de communistische tijden dan was het heel normaal dat iedereen 14 dagen recht had op een verblijf in een badoord. Je had je vakantie en je mocht 14 dagen naar zo'n badoord. En dan werd je helemaal weer bijgespijkerd, zodat je in de communistische fabrieken de rest van het jaar weer hard kon werken. In Goethe's tijd was het anders. In Goethe's tijd was het betrekkelijk chic om naar een kuuroord te gaan. Goethe die dronk hier dat water iedere dag. Goethe liet zich af en toe neer in een bad en dan werd hier een beetje besprenkeld. Het is later allemaal veel raarder geworden met modderbaden en met zinkbaden en weet ik allemaal meer. Maar bij Goethe was het vooral wandelen. En Goethe heeft hier in de buurt ontzettend gewandeld en dan zocht hij ook naar gesteentes. En het is ook bekend dat Goethe in de kolonnade waar we nu lopen, maar het was een andere kolonnade, want dit is een kolonnade die is na Goethe's tijd gebouwd, de hele dag zo liep. En dat zal ik eens even voordoen. En dan was het 10 stappen en een heel goed nadenken over wat je deed. Je bewustzijn van je lichaam. En daarna ging Goethe schrijven en hij heeft hier gedichten geschreven waarin hij vooral schrijft dat hij hier zo gelukkig is. Dat hij hier zoveel inspiratie krijgt. Dat hij hier zo rustig wordt. Je moet je voorstellen, in Weimar had hij de drukte van de stad en na een reisje van een paar dagen was hij in Karlsbad, dat is zo'n 200 kilometer verwijderd, dan werd hij rustig en ontspannen. En Goethe heeft zijn allermooiste gedicht ook geschreven in een kuuroord, in een badoord, maar daarover later. Nou ja, dat daar is duidelijk, hè? Goethe, 1795. Hier heeft Goethe dus in 1795 gewoond. Hier is hij in pensioen geweest in de zomer. En zo zijn er hier meer huizen aan deze straat waar Goethe gewoond heeft. Nou, wie ik me daarin verdiept en Marleen, onze producer, is gaan praten met de directeur van het museum. Die is al met tekeningetjes teruggekomen waar het geweest moet zijn. Want er zijn hier huizen waar getwijfeld wordt of Goethe wel echt gewoond heeft, of het niet het buurhuis is. Ja, kijk, in dit huis fysiek heeft hij natuurlijk nooit, in dit fysieke huis is hij nooit gewoond. Want dit is een huis uit de 19e eeuw, misschien nog wel later. Dus het heeft een ander pandje gestaan. En misschien waren het wel twee slankere, dunnere, kleinere huizen. Je weet het niet. Maar in ieder geval kun je hier op zo'n 200-300 meter kun je een aantal stenen tegenkomen en je kan twijfelen en eindeloos discussiëren. En ik denk dat het een van de drukst betegelde Goethe gedenkstraten buiten Duitsland in de wereld is. Dus je kan je lol op, ik zoek weer naar de volgende tegel en ik denk dan maar dat het hier echt is geweest of bij de buurman. Zo ben je toch een hele tijd bezig en dat op zich heeft dat wel iets. Citaat van Goethe uit een brief staat: Ich bin dieser Quelle ein ganz andere Existenz schuldig. Dit komt uit een gedicht. Goethe zegt: hier ben ik echt een ander mens geworden. Goethe viel ook erg op het porselein. Als je gaat kijken in zijn huis in Weimar, dan zie je ook dat Goethe ook souvenirs meenam. Tsjechisch porselein en Tsjechisch glas. Nou, hier achter me is zo'n winkel, hè. Je moet er van houden. Maar Goethe hield wel van zo'n leuk schaaltje of zoiets.
En dat zet hij dan thuis neer. Had hij herinneringen aan de tijd dat hij hier gelukkig was. Je ziet het hotel in Jan Rijn daar. Aan het einde dat hotel, dat ligt waar wij ook slapen. Dat ligt aan het einde van de straat waar alle huizen van Goethe zijn aangegeven met plaquettes. Waar Goethe dus sliep tijdens zijn lange verblijf hier hè, in die zomers. Ze zijn bij elkaar dus hè, 3 jaar geweest. En hij was heel erg tevreden. Hij had hier echt, ja, hij vond hier baat. Hij voelde zich goed. Hij werd van dat water drinken en die kuur werd hij beter. En ja, hij was niet de enige hoor. Want er zijn hier enorm veel gedenkstenen aangebracht door mensen die ook baat hebben gevonden hier. En dat willen laten merken met een gedenksteen die dan in marmer hebben laten hakken. Ik ben hartstikke blij. Dit is goed voor mij geweest. Een soort Lourdes. Moet je kijken, hier is bijvoorbeeld een gedenksteen van een zekere meneer Höft uit Hamburg. Die heeft daar in 1915, midden in de Eerste Wereldoorlog, is die hier geweest. En dan schrijft hij in dichtvorm, Mein Karlsbad. Wohlbefinden biedt het mandje kwellen als de eerde trieven Urgestein. Aber nur an diese heilige Stelle van die heilung meiner Gallenbein. Die man schrijft dus dat hij overal geweest is, maar hij voelt nergens genezen. Maar hier in Karlsbad ging het uiteindelijk goed met hem en hij kwam van zijn galpijn af. Zijn galstenen neem ik aan. Hier, andere Duitse schrijver, Egon Kies, beroemd Duits schrijver, heeft ook hier gekuurd. Karl Marx staat er ook. Het ging allemaal goed met ze. Kunt u voor het eerst geweest op weg naar Italië? Daar heeft Goethe een heel beroemd boek over geschreven. Italiaanse reis, een van de mooiste reisboeken. Ja, dat vind ik echt, die ik ken. En daarin heeft hij 's middags geluncht in Pusnek, wat nog in het huidige Duitsland ligt. En de eerste grote tussenstop was in Karlsbad, hier dus. En toen zag hij dat hier in Karlsbad en hij dacht, hier wil ik meer komen. En toen later, toen hij eenmaal dat boek geschreven had, toen is hij hier vaak geweest. En toen heeft hij hier veel over geschreven in brieven en dichtvorm, van dat het zo goed voor hem was en dat hij inspiratie kreeg. En over de inspiratie kreeg, en hier zie je bijvoorbeeld zo'n gedicht. Dat is ook weer hier in stenen uitgehakt. Het gedicht Karlsbad van Goethe. Ik moet erbij zeggen, ik vind het een beetje tegen de rijmelarij aanhangen, dit gedicht. Maar ja, Goethe heeft dat waarschijnlijk in een stamboek, denk ik. Ik zou het moeten opzoeken, van iemand opgeschreven, een soort poesiealbum. Zo'n stukje voorlezen. Was ich dort gelebt, getroffen, was nu alle dorter en sprochen, wel gefreude, wel gekennis, was ein allzu lang geständig, möge es jeden zo erfreuen, die ervaren die neuen Goethe. Nou ja, hij is in ieder geval tevreden. En dat wordt hier ook herdacht. Er zijn hier onwaarschijnlijk veel standbeelden van mensen die hier gekuurd hebben. De laatste hier geweest, wat ik op heb kunnen zoeken, is de koning van Noorwegen. Ik geloof die Harald heet. Is verleden jaar nog geweest. De president van Tsjechië, die zo vaak ziek is, Havels hier. Gina Lorobica is verleden jaar nog geweest. Nog steeds hier kuren mensen. Schiller heeft een standbeeld. Mickiewicz, de grootste Poolse dichter, een standbeeld. Beethoven heeft een plaquet. Maar mijn grote favoriet staat daar. Het is niet het sterkste beeld wat ik van hem ken. Want moet je eens meelopen, zeg. Hoe hij eruit ziet. Het is een beetje echt. Het is een beetje ordinaire. Goethe is het. Staat erop dat hij is. Hè, het is me echt. Moet je kijken. Iemand heeft zijn ogen ingeschilderd met een soort viltstift. Hij is scheel. Ja, daar kan de beeldhouwer niks aan doen. Verder heeft hij hier zo'n kras over zijn bek. Heeft iemand gedaan. Maar verder heeft hij ook een beetje ordinaire oogopslag. En een beetje ja, raar krullerig haar. Maar hij staat er in ieder geval wel. En hij staat hier dus alleen maar omdat hij Karlsbad zo beroemd heeft gemaakt. Omdat hij zo tevreden was over Karlsbad, ben ik ook tevreden over Karlsbad. Want je staat hier toch op grond waar je zeker weet dat die oude Duitse dichter heeft lopen scharrelen.